We zijn nog bij de Harbor Club. We hebben lekker een platter nog iets. Sashimi, sushi en lekker oestertjes. Deze kleine spoiled bitch krijgt alles van goed bij mij. Hoe oud denk je dat ze zijn? Ja, weet ik niet. Dat weten ze niet. Mensen denken dat ik 18 ben. Oh man, ik heb trouwens haat voor. Hoi iedereen en welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik zit in de auto, ik ben alleen. Ik hoef jullie luisteren thuis en ik ben onderweg naar Amsterdam. Want ik ga met Jamie en nog een paar vrienden gaan we dus varen in Amsterdam. Ja, het is lekker weer, dus waarom niet? Ik rij nu in Rotterdam, dus ik ben er over een uurtje. Oh, I won't be so cold like I was before. Oh, we hebben lekker een platter nog iets, sashimi, sushi en lekker oestertjes. Ik zie met Jamie. Waar zijn we gewoon? We zijn bij George in Amsterdam. Op de boot. Even laten zien wat we aan het eten zijn. We hebben net lekker eten. Oesters. Sushi is al op. We zijn nu bij de Harbor Club. Doorgevaren. We gaan nu weer gezellig eten. Lukt het schat? Lukt het schat? We zijn nog bij de Harbor Club. Zeker? Ja, nee, echt. Lekker buiten. Eten. Op het strand en hier is ze dan, Nadia! Ja, het is niet zo heel druk, hè Naad? Nee, valt wel mee. We zijn op Scheveningen en het is lekker weer. Oké, we zitten nu bij Blue Lagoon en een lekker plekje zo langs de boulevard. En we zijn nu aan het kijken wat we gaan drinken, maar dat weten we nog niet. En we hebben lekker de vitamintjes erin knallen. Nou, die heeft een smoothie met rood fruit en ik heb een smoothie met, wat heb ik nou? Ik heb een smoothie met gemixt fruit, fruitmix. We hebben ook lekker eten besteld, dat komt er lekker zo meteen aan, hè schat. Oké, we hebben lekker zalmrolletjes, calamaris en frietjes met kaas. Jongens, het is gewoon fucking lekker, ziet het eruit. Check even. Ja, die zien er echt heel ziet er echt heel lekker uit. We hebben lekker in. Ijs-confietje. Kijk even, dus hoe smaakt die? En? Lekker? Heel lekker. Ja? Ja. Wil jij lekker vinden, want het is lekker. Ik ben dus echt scheidbang voor meeuwen en vogels en zo. Dus ik vind dit echt helemaal niks. Maar dit is toch heerlijk. Schat, even lekker proosten. Ik moet hier wat heb je? Wat heb je? Wat heb je? Wat heb je? Wat heb ik? Ik heb een pornstar. Pornstar? Pornstar. Sunday. Nou, lekker. Zo op de donderdag. Oh, lekker. Lekker. Ja. Ik heb een Virgin Mango Colada. Cheers. Even als die vlucht. Cheers. Op dit mooie uitzicht, schat. Kijk, daar is het. Pinky Clouds, jongens. Dit is toch een uitzicht. Kijk eens wat wij hebben. Lekker. Is dit een fish mix grill? Ja. Met een sampie, een kabeljauwtje, garnalen, zoete frietjes. En een eldorade, hè? En een eldorade. Ik kom van het strand. Zo is echt een slechte. Ik heb echt nu zo'n beach ding over me heen. En kijk wie ik tegenkom, deze dwaas. Want die zat weer bij Aqua Asia. Ja, en je was er gewoon niet. Dus ik zei, ja, hij zegt ja, kom. We hadden lekker girls night en Shaya was lekker op het strand. En die vlogcamera was bij mij. Dus ik ben eventjes bij Elisa komen ophalen bij Aqua Asia. En Jamie is er natuurlijk ook. Afstand me elke dag. Ik ben er ook weer bij.
voorbij, jongens. Niet te vermijden. En wij gaan nog heel even naar binnen en dan is de dag alweer voorbij. Het is ook al wat laat. Wat heb jij allemaal gedaan vandaag? Het is ook al laat. We hebben lekker gegeten. We gingen eerst naar NHOW, jongens. Gaan nooit naar NHOW. Oh ja, dat was echt saai. Het was zo saai. Het was, nou, ik vond het ook niet leuk. Ben je al geweest? Ja. Ik was er nog nooit geweest. Ja, buiten dan. Het gras was echt niet te doen. Het is wel heel mooi uitzicht. Ja, ja, zo. Maar ja, dat heel... uitzicht heb je ook bij Aqua Ace. Ja, ja, dat is ja. Dus toen gingen we naar Aqua en hebben we lekker gegeten. En toen, nu ben jij hier. Dus we gaan lekker weer terug naar binnen. Oh. En ik ben gewoon moe. Dus het is al 12 uur, jongens. Dus. Buiten en het is 3 uur en wij zitten bij Arzu in Rotterdam Noord. Ik heb het wel, volgens mij is het wel heel lekker. Ik heb er nooit gegeten, niet maar echt als gezellig. Je naar de omgeving kijkt, je zit echt op de bergweg. Je zit echt op de bergweg. Een beetje in Noord, dus Noord niet. Ja, maar ik moet zeggen, al die trasjes in Noord zien er zeg maar wel zo uit. Heel stoeltje, tafeltje zo op de weg en dat is zeg maar dan, dat zijn al die eetentjes in Noord. Ja, maar ik heb toch wel liever een trasje. Jij hebt gewoon een bank liever. Ja, lekker een bank, een loungebank en alles. Nee, maar ook bijvoorbeeld dat er hiernaast ook een trasje zit. Het is echt zo'n trasjesstraat, vind ik gewoon. Ja. Oeh, daar komt onze smoothie al aan. Alsjeblieft. Dankjewel. En wij hebben lekker een mango sinaasappel banaan smoothie. Met, oh, kijk dit hoe lekker. Yum. Nou, mijn zusters. Oh, dat is niet lekker. Hoe kijk je zo? Zoet. Zo, dat is mijn eerste hap dat ik in de ochtend heb gegeven nu. Nou oké, okay. Toppie. Oké, okay. Wat heb jij eigenlijk besteld? Salmon. Ik heb een tuna spread of zo. En dan vroeg ik net of ik er kaas op mocht smorten. Maar dat deden ze dus. Helaas, en ik heb lekker een acai bowl. Nou, wij wachten even op ons eten, het is echt nog steeds lekker weer. Onze ouders zijn er trouwens niet dit weekend. Die zijn lekker gepeerd, die hebben ons lekker alleen gelaten. Die leven echt hun beste leven. Ja, ze hebben echt living hun best life. Ja, we hebben dus niet zoveel gedaan. We hebben gisteren ook niet, gisteren was echt boring, hè, Goof? Gisteren? Niks! Ik had wel een feestje. Goof en ik waren thuis en Jamie was dan met ons. Echt uit een pak hamburgers, die Turkse hamburgers, die kant-en-klare hamburgers gegeten. Nee, het zijn van die kipburgers van Onor of zo. Iedereen kent ze wel. Iedereen kent ze wel, bij de Turker ze halen. En we gingen dus gewoon... Gewoon snelle, ja. We gingen gewoon dachten, we hebben vanavond geen avond eten. Ja, mijn papa en mama zei... Mommy, papi, we miss you! Jamie en Goofy gingen koken. Nou, die moet je nooit meer in de keuken zetten. Zo, dus je krijgt gewoon je krijgt gewoon een plain burger zonder ui, zonder tomaat. Nee, maar dat komt omdat zij zelf... Nee, dat is onzin. Ja, maar ze weten gewoon dat wij dat Goofy en ze eten zelf geen augurken en komkommer op hun burger. Jamie had wel gewoon naar die. Zeg, nou, we hebben honger, we hebben echt honger, dus we wachten op ons eten. En wij zien jullie zo meteen weer. Doei! Dit is de bril van Shaya van Saint Laurent. En een Française laatst tijd. Nou, nu ben ik misschien in Parijs. Nee. Maar is dat Elisa veel beter? Nee, dat weten we dus niet. Dat willen we nu dus nu zien. Oké, okay, nou. Het zijn kleine hoofden. Oké, okay, maar hij is dus van vorig jaar en we dragen hem nooit. Ik heb nog. Ik doe even dat ding. We dragen hem echt nooit. En Elisa geeft hem nu op. Hij staat Elisa zoveel beter. Ja. Ja, hou jij hem maar. Nee, ik hoef hem niet meer. Het is echt mooi. Ja, ja, het is echt mooi. Bij mij staat hij niet maar zo. Maar ik had je afdanketjes. Even serieus. Wees blij, bitch. Even serieus. Hij staat me echt mooi. Heb je al je verjaardagscadeau, je geslaagd cadeau aan ons laten zien? Je lijst is geslaagd en heeft van Goof en mij een armbandje gekregen. Is helemaal happy mee. Joepie. Ja, echt heel lief. Deze kleine spoiled bitch krijgt alles van Goof en mij. Alles. Alles. I'm the little one. En jij bent de little one. Ja. Ja, misschien moeten we het een keer zeggen. Ja, zij is... Oh ja, even uitleggen. Want iedereen denkt altijd dat Goof de jongste is. Maar Elisha is de jongste. Wie denkt dat dan? Ja. En ik ben de oudste. Wie denkt dat iemand zei laatst, ik ben Shaya 35 of zo. Is Shaya 35? Ik 35. Hoe oud denken mensen dat we zijn? Ja, weet ik niet. Dat weten ze niet. Mensen het nog niet weten. Mensen denken dat ik 18 ben. Maar ja, nou mensen in real life denken ook dat ik 20 ben. Maar prima, iemand zei echt naar laatst van, nou Shaya is zeker 45 of zo. Dacht ik, nou thanks bro. Ik wel dat mijn eigen leeftijd geschat. Hoe oud ben jij? En Goofy is hoe oud? Zij wordt wel echt altijd 28. Bijna 28. Ik wil altijd naar jullie. Wij schelen gewoon 8 jaar, hè, Lijs. Ja, I know. En wij schelen gewoon 5 jaar. I know. Ja. Maar mensen weten dat niet. Zeg het dan wel. Ja, voor de duidelijkheid. Het is gewoon een kleine zusje. Dit is gewoon de kleinste. Maar dat weet iedereen. Nee. Waar wil je dat altijd duidelijk? Iedereen weet wel dat ik gewoon je kleine zusje ben. Nee, mensen wisten dat echt nog niet. Nee, mensen wisten dat echt niet. Mensen dachten dat jij de middelste was. Maar het en deze overal. Kleine de jongste.
En daarom vond iedereen Goof zo lief, omdat ze dachten, ah, de jongste. Kleine schat. Yeah. Jongens, vind mij lief. I'm the little one. Oké, jongens, we hebben ons eten voor de helft. Aan ik heb lekker mijn salmon sandwich. Met cream cheese natuurlijk. En avocado. En wat heb jij, Schwester? Een tuna spread. Ik wilde eigenlijk kaas erop, maar dat hebben ze niet gedaan. Ik weet niet waarom. Nee, het komt goed om niet smelten. Hoezo? Tuna spread heb jij? Ziet er wel lekker met uit. Met kappertjes. Maar ik hou dus niet van al die kappertjes. Eentje is voor jou. Ja, jullie mogen ook één sandwich van moi. En lekker de acai bowl. Deze heeft zelfde levens heb ik nodig. Dank je wel. Alsjeblieft. Oeh, yummy. Hoe kleurrijk. Ja, ik heb hier granola, aardbeidjes, blauwe besjes, appelbanaan, stukje munt. Elijsje gaat weer breed tekeer hier. Ik heb zo'n honger. Zo, en we hebben net Santi. En wij gaan lekker eten. Lekker bij Arzu in Rotterdam op de Hoofdweg. Zo cheeky, hier is dat. Bergweg. Bergweg. Goeie, hey, thanks. Oké, we zijn bij Meram gaan eten, want we luisteren natuurlijk shisha en Goof heeft lekker een crepe. Dus het zit er nu lekker op het terras hier zo. En het is halal, hè? Het is echt super. Oh, daar is het drinken. Dankjewel. En Goofy heeft lekker een crepe met Nutella en ijs en aardbeien. En Elisha heeft een shisha met een ladykiller. Elisha de ladykiller. Elisha heeft een ladykiller. En welkom bij een nieuwe dag. Ik film nu met mijn telefoon. iPhone 10, overigens. Maar het is even niet anders. Goof en Elijah zijn op vakantie. Zullen jullie vast wel hebben gezien op Instagram en zo. Althans vakantie. Ze moesten naar Spanje omdat ze een afspraak hadden staan waar ze niet onderuit konden komen. Code oranje, heel kut. Maar ze moesten gaan. En ze hebben de camera meegenomen. Dus wij hadden van tevoren al heel veel leuke content opgenomen met z'n drieën. Voor deze vlog. Dus voor de vlog van vandaag. Dus deze vlog. En wat gebeurt er? Wij die beelden overzetten. En beelden weg, jongens. Dus wij hebben nu eigenlijk, ben er gisteren achtergekomen dat dus alle beelden weg zijn die we hadden gefilmd. Dus alle content is gone. Dus ja, dat is kut. Ik ga dit nu proberen in mijn eentje op te lossen. Dus ik had eigenlijk een weekendje vrij. Maar ik ga nu dus jullie lekker meenemen. Ik ga naar de stad namelijk. Ik ga een hapje eten. Het is 7:30, dus ik ga opschieten. Ja, ik weet nog steeds niet waar ik moet kijken. Ik denk daar, maar het is een beetje lastig zo met telefoon filmen. Want ik ben dus geneigd om continu naar mezelf te kijken. Wat dus heel vervelend is, ook voor jullie. Snap ik. Maar goed, jongens. Hopelijk wordt het nog een beetje een leuke vlog. Hopelijk wordt het nog een beetje een gezellige vlog. Zo niet, excuus. Ja, het is even niet anders. Alle beelden zijn echt weg. En jongens, echt, het is gewoon hartpijn als je daarachter komt, achteraf. Maar goed, weet je, denk in oplossingen, niet in problemen. Dus ja, ik ga jullie lekker meenemen. En volgende week hebben we weer lekker een travel vlog. Doei! Oh man, ik heb trouwens haaruitval, jongens. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar ik heb heel erg last van haaruitval. Ik weet niet hoe het komt. Als jullie nog tips hebben of als jullie nog weten wat goed is tegen haaruitval, laat me alsjeblieft weten. Want het is echt fucking kut. Het is echt, ik ben trouwens echt van het schelden de laatste tijd. Moet ik niet doen. Maar goed, als jullie tips hebben tegen haaruitval, laat me alsjeblieft weten. Want het is echt om te janken dit, jongens. Echt, mijn haar was, verlies heel veel haar. Dus ik ga ook al bloed prikken om te kijken of ik een vitamine tekort kom. Maar ik moet denk ik gewoon even tabletjes slikken of zo. Of even een ander shampoo gebruiken. Dus als jullie daar nog tips of tricks voor hebben, let me know. Dat gaan jullie me heel erg helpen. Nou, ik ga naar buiten. Ik ben al een beetje laat. Dus excuse me meteen weer. Oké, het is nu 10:00 en ik zit bij Aqua Asia met mijn girl die jullie nog niet kennen. Dit is Jill, mijn bestie for life. En we zitten dus bij de Aqua Asia. Het is super druk. We hebben net besteld. En we gaan hier lekker eten. Wil je nog iets zeggen tegen de vlog? Nee. Vrouw van weinig woorden, jongens. Vrouw van weinig woorden. Ik film dus nog steeds met mijn telefoon, dus dat is een beetje rot. Maar wij zitten lekker aan een tafeltje bij de Aqua Asia en wij gaan lekker eten. Iedereen is altijd helemaal fan van deze mensen. Creamy.
wij hebben dus net gegeten bij de Aqua Asia en het was echt super lekker. Hè, Jilly? Het was echt top. Het was echt top. Dus het is nu 11:30 en wij gaan lekker naar huis. We hebben echt zo gegeten. We hebben gewoon in een uur. Wij hebben gewoon in een uur gegeten. En we hadden echt veel. Echt heel veel. En wij zijn dus helemaal fan van die spicy chicken. Dat is echt heel lekker als je een keer daar gaat eten. Moet je dat zeker doen. En natuurlijk die schelp met wat voor saus? Die roomsaus. En ik had een schelpje met knoflook. En ik ruik nu echt naar knoflook. Maar dat zijn we al gewend. What's new? Dus wij gaan nu naar huis. Naar Jules huis. Daar staat mijn auto ook. Dus dan ga ik ook gelijk gezellig naar huis. Ik heb Elijah en Goofy echt achter al 2 dagen of zo niet gesproken. Dus ik ga ze morgen even facetimen. Kijken hoe het gaat daar zo op vakantie. En ja jongens. Ja, ik zou nu maar op vakantie. Ik zou nu maar. Nou, ik ben er terug. Maar ik wil weer weg. Oh, heerlijk. Maar goed, ik ga gelijk de vlog afsluiten. Dit was het meer voor vandaag. Tikkeltje anders natuurlijk, omdat inderdaad onze beelden kwijt waren. En omdat ik natuurlijk niet met mijn camera film. Maar er komt nog heel veel leuks aan. Ik rijd echt als een vent, maar Jill rijdt echt als een... Als een lady. Ik heb gewoon... Als een lady? Ja. Totaal niet. Als je Jill's vogel ziet, jongens. Gewoon vertiefd. Ja, dat wel, ja. Maar ja. Maar je kan ik heb wel leiden. Hoe hoog zijn mijn hakken? Ja, hele hoge hakken. No. Ze heeft hele hoge hakken aan. Kijk, en ze zit echt... Kijk, uit voor je velgen. Kijk, ze moet hier tussen. Ik ga even mijn camera opdraaien. Ze moet hier tussen. Maar ja, jongens. Dit was weer de vlog. De vlog. Ik kan echt niks zeggen, hoor. Focus. Goed gedaan, meid. Goed gedaan. Geen velgje geraakt, trouwens. Nee. Ik heb geen velgje geraakt. Oké jongens, dit was hem weer voor vandaag, voor deze week. Dit bedoel ik. Deze meid, hè, ze zit echt trappagaas gewoon. Lekker. Trappagaas. Maar goed, dit was de vlog. Like, subscribe. You know what to do. En heel veel lobby van ons. Ja, wij gaan lekker muziek luisteren. Doei!